Ja. Hey, we gaan even iets leuks doen, Rick. Wat dan? Ja, jij gaat even ons weer bijpraten. Oh. Nee, ik ga je niet bijpraten. We gaan een quizje doen. Ja, oh ja. Quizje en bijpraten is eigenlijk. Sinds een paar weken doen we natuurlijk elke week een soort nieuwsquiz. Aan de hand van muzikale fragmentjes raden over welk nieuwtje dat van de afgelopen week ging. Gaan we vandaag ook doen, maar dat doen we straks pas. Ik heb nu een andere variant daarop meegenomen. Oh ja. En dat is de hitnieuwsquiz. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde principe, maar dan zonder fragmentjes en alleen met een soort shownieuws. Dus nieuwtjes die je bij RTL Boulevard of shownieuws zou kunnen zien. Mm-hmm. Ik lees een bericht voor en ik laat het onderwerp, de naam of persoon of wat dan ook waar het over gaat, laat ik weg. Aan jullie de vraag over wie of wat gaat het. Jullie hebben allebei een knop. Meertje heeft een knop met yes. Miguel heeft een knop met no. Als je denkt het te weten, druk je op de knop. Mag je het raden. Als het een fout antwoord is, gaat het punt naar de tegenstander. Oeh! Okay. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Ik had een microfoon nog dicht. Ja, dat is vals spelen, hè? Dat doe je gewoon expres. Ja, dat microfoon meer naar de microfoon zetten en dan de knop te keren. Ja, ik heb het door. Goed, het eerste nieuwtje. Puntje, puntje, dat jarenlang te zien was bij De Wereld Draait Door, is vanaf maandag 14 september de vaste afsluiter van Jinek. Dat betekent dat het... Ja? Lucky TV. Ja, dat is goed. Ja. Oh. Ik maak hem even af. Dat betekent dat het satire-item van Sander van der Pavert een plek heeft gevonden op de commerciële zender RTL in plaats van de publieke omroep. Even tussendoor, hebben jullie gehoord hoe hij die filmpjes maakt? Heeft hij laatst een openbaring over gedaan? Nou, vertel. Vertel. Blowend. Is altijd stoned. Oh. Ik dacht blazend. Gast altijd stoned tijdens het maken van die filmpjes. Ik heb het toen gezien bij Jinek zat hier. Ja, leuk. Ja, dat kan verklaren waarom een deken van 10 keer gewoon niet erg zeer grappig is. Oh, goed. Oeh. een popular opinion. De tweede. Puntje, puntje. Heeft de FunX Music Award voor beste groep gewonnen? Meldt de muziekzender woensdag via Twitter. Het is de zesde keer op rij dat de groep de publieksprijs wint. Dat betekent, zeggen ze, dat we een hele sterke fanbase hebben die ieder jaar met ons meegroeit en achter ons staat. Al dus puntje, puntje in reactie. Ja, FunX. Gaan we niet naar luisteren natuurlijk. Idee. Nee. Ik luister helemaal niet naar FunX. Ik weet BTS. Die bestaan nog geen 6 jaar. Je hebt een officieel fout antwoord gegeven. Oh, kijk. Zo doe ik dat. Het was broederliefde. Oh ja, nee. Goed dat ik het niet weet eigenlijk ook. Nou, derde nieuwtje. Een oude promotie-cd met daarop 14 nummers van de toen 13-jarige puntje puntje is voor 50.000 Britse pond geveild. De opbrengst is 5 keer zo hoog als verwacht. Voor zover bekend zijn er 21 kopieën van de demo's Spinning Man in omloop, waarvan de meeste in het bezit van puntje puntje zelf zijn. Volgens het veilinghuis gaf hij de geveilde exemplaren rond 2008 cadeau aan de broer van de verkopende partij. Puntje puntje nam Spinning Man op, zijn 13e op en bracht de demo in 2005 uit in eigen beheer. Heb ik knoppen gehoord? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen flauw idee. Doe maar een gokje. Nee, ik weet het niet. Echt niet. Nee, geen gokjes. Het was Ed Sheeran. Oh ja. Of zoals sommige collega's zeggen, Ed Sheeran. Ed Sheeran. Weet je hoe die op Twitter heet? Nou? Ed Sheeran. Oh, Jezus. Wauw. Wat slecht. We gaan naar het laatste nieuwtje. Jongens, doe je best. Nou, wat goed. Wat slecht. Puntje, puntje, gaan woensdag hun eerste winkel in het centrum van Londen openen. Zo laat de Britse rockband dinsdag tijdens een speciaal bezoekmoment aan voor de media weten. De winkel, die RS nummer 9 heet, aan de Carnaby Street, is onder meer kleding te koop met het logo van puntje, puntje. Ook worden er hits van de band verkocht. Hits. In de winkel hangt ook een grote videomuur waarop een film van Puntje Puntje wordt vertoond. Puntje Puntje zijn nog steeds actief. In juli bracht de band, die in 1962 werd opgericht, de single Scarlet uit. Het nummer werd in 1974 opgenomen met Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page. Iemand gedrukt? Nee, ik ben heel hard aan nadenken, maar... Ik heb echt geen idee. Okay, dan ga als je het eigenlijk zegt, dan denk ik, oh ja. Dan ga ik nog even een paar punten uit het bericht opnoemen. Misschien dat het dan een gokje waard is. Het gaat dus om een Britse rockband. Ze zijn al actief sinds 1962. Ze zijn het waard om een winkel voor te openen. Doe maar een gokje. De Beatles? Nee. Het is net die andere. De Stones. De Stones. Oh, die... Puntje voor Meerte. Oh, RS 9. Ik dacht serieus. Ik dacht echt de Stones. Maar ik dacht dat die uit Amerika kwamen. Uit Amerika? Ja, weet ik veel. Ben jij nou radio-dj of... Ach, dat maakt toch allemaal niet uit, man. Dat is toch allemaal één pot nat daar.
Ja, daar was het eigenlijk al. We lopen een beetje voor op schema. Ja, we lopen een beetje nooit voor, Rick. Nou. Ik schrik me kapot, joh. Wat zullen we tussendoor even gaan heb doen? Heb ik nou gewonnen dan, met al jouw fouten? Ja, dat is ja, 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 nou, ja. Fantastisch. 2-1. Absoluut. Heb je nog wat leuks over jezelf te vertellen? Nee, ik ben niet zo interessant verder. Oké. Okay. Wat zo? Nee, heb je nog een, wil jij nog een liedje horen? Die je gewoon even zo wil bang kunnen inschatten. Wil ik nog een liedje horen? Ja, dat kan toch? Ja, nee, kan. Ja, ik heb het ook nog nooit meegemaakt dat we gewoon tijd over hebben. Ik schrik ervan. Ik structureer jullie zo dat er gewoon ineens tijd over is. Wat is dat nou weer? Hey, willen jullie een liedje dan horen? Ja, doe maar iets leuks. Iets leuks. Ik heb geen idee. Iets leuks. Iets leuks. Iets leuks. 3, 2, 1. Doe maar iets leuks. Dat is letterlijk een aspaleis op Spotify. En dan ga ik even... deze die staat er ook in. Oh ja, die is wel leuk. Ja, die is zeker leuk. Die aspaleis, doe maar iets leuks. Ja, ja. Wat vind je dan?